Lieverds, het is vandaag 1 januari en ik wens jullie een fantastisch Happy New Year. We gaan naar een gouden tijdperk en ik kan niet wachten, want het bewustzijn van de mensen is aan het stijgen. We zijn ons aan het verhogen, we zijn aan het nadenken. We gaan weer voor onszelf denken, we gaan weer naar gezondheid toe. Dus ik kan niet wachten jongens, want het was een heel erg bewogen jaar 2020. En eigenlijk alle jaren waren wel bewogen, maar 2020 is wel een heel speciaal jaar, want ik heb enorm veel beleefd. Ik heb heel veel leuke, lieve mensen ontmoet. Juist meer verbinding dan ooit. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel ontwaakte mensen, spirituele mensen, hoe je het ook maar mag noemen. Mensen die in ieder geval met een hoger bewustzijn nadenken wat hier gaande is. En dat vond ik fantastisch. Dus ja, ik ben er heel erg dankbaar voor. Er is natuurlijk ook een hoop frustraties geweest met alles wat er gaande is, de regels en weet ik het veel allemaal. Maar eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ik heb nergens aan meegedaan, dus ik voel me eigenlijk ook niet geraakt wat dat betreft. Dus ja, als je niet meedoet aan het hele fabeltje wat er allemaal rondgaat, nou dan gaat jouw leven gewoon door zoals jij het je wenst. En dat is ook waar ik voor sta, dat iedereen doet wat hij gelukkig maakt. En dat we bezig gaan juist met een sterk immuunsysteem, met onze gezondheid juist onsterfelijk te maken. Want dat is wat we zijn. Er is natuurlijk gigantisch veel verborgen gebleven voor ons de afgelopen eeuwen. Het is echt duizenden jaren. De geschiedenis die totaal gewist is. Je kan eigenlijk maar beter zeggen dat die hele geschiedenis zoals je nu denkt, dat die is, dat het gewoon één groot fabeltje is, een leugen is. En je moet helemaal weer overnieuw beginnen. En dat is helemaal niet erg, want dan denk je, jeetje, alles wat ik dan nou denk, dat is dan ook echt werkelijk zo, weet je wel. Alles wat ik wil denken en wat ik kan denken en alle mooie dingen die ik me wens, die zijn dan ook mogelijk, want die hele geschiedenis hebben ze gewoon, ja, een heel zootje van gemaakt. Nou, ik wil jullie ook echt hartelijk bedanken voor al jullie steun. Jullie zijn echt mijn steun en toeverlaat. Ik meen het echt. Ik schrijf het ook altijd onder elke video. Ik zeg het ook in elke video. Ik hou echt zielsveel van jullie allemaal. Ik word er zelfs een beetje ontroerd van. Maar ik heb jullie echt gek dat ik huil. Mijn make-up gaat eraan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb zoveel aan jullie gehad. Zoveel liefde dat ik van jullie krijg. En de mooie reacties en de vreugde en de leuke mensen. En de gift tussen de donaties die jullie gedaan hebben. Zodat ik nog meer video's kan maken. En eigenlijk ook kan uitbreiden. Dat ik graag een eigen server wil. Zodat ik ook niet meer afhankelijk ben van wat YouTube en weet ik veel wat allemaal. Ik wil zo graag meer voor jullie gaan betekenen. En dat ga ik ook doen. Sorry, mijn hele kikker in mijn keel moet even weg. Maar ik ga absoluut meer voor jullie betekenen en ik wil gewoon een paradijs op deze planeet. En als wij dat blijven visualiseren, dan gaat het ook gewoon komen. Maar in ieder geval, ja, weet je, ik heb zoveel mooie mensen ontmoet dit jaar. Dank jullie ook voor de mensen die bij mij een interview hebben gedaan, dat jullie verhaal wilden doen. En ik heb zoveel geleerd ook van jullie allemaal. De informatie, ik zeg, de mails die ik heb gekregen, de sms'jes, de whatsapps, de telefoontjes. Mijn telefoon, dat staat rood gloeiend de laatste tijd. De bestellingen die jullie bij mij hebben gedaan via de webshop. Voor de geschenken, voor de giftes, voor de donaties. De cursisten die bij mij komen. De consulten die jullie bij mij hebben gedaan. Jongens, ik hou van jullie. En ik doe dit echt vanuit mijn hart om, ja, dit moeten we allemaal samen doen. Dit doen we ook samen. En ik kan niet meer zonder jullie. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vind jullie te gek. En en de mooie mensen die nog op mijn pad gaan komen. En op jullie pad gaan komen. Laten we nog meer vreugde en geluk gaan uitstralen. En gaan visualiseren het beeld wat wij in ons hoofd hebben. Zoals het paradijs op aarde hoort te zijn. Dat gaan wij creëren. Daar gaan wij naartoe. En we gaan nu de echte waarheid ontwikkelen. Ik ga nog veel meer video's voor jullie maken. Ik ga me echt nog meer inzetten. En ja, ook een groter team moet ik eigenlijk gaan hebben. Dat moet ik gaan creëren, zodat ik nog meer voor jullie kan doen. Nog meer met elkaar plezier en liefde kunnen gaan uitstralen. Nou, dat
dat was mijn speech even voor nu. Het is een korte video, want dit wilde ik gewoon even kwijt. En ik vind dat ik jullie te weinig heb bedankt. Want ja, het is zo'n druk jaar geweest, een bewogen jaar, dat ik even in 7 sloten tegelijk loop. Maar alles komt goed. Het is eigenlijk al goed. Het is alleen maar heel positief. Maar je moet even je tijd en alles verdelen met iedereen. En ook met mezelf. Want ik moet ook door om verder te ontwikkelen. Ik zou jullie met liefde alles willen laten zien. He, ook het teleporteren en ook het materialiseren. En allemaal dat soort dingen moet ik ook zelf ontwikkelen. Dus dit jaar waar we nu in zitten wordt een heel bijzonder jaar. Ik heb gigantisch veel plannen. Jullie hebben ook zeker weten heel veel plannen. En wij gaan dit samen doen. Ik zie jullie snel. Ik heb zondag ook een hele leuke video voor jullie. En er komt ook een heel bijzonder iemand bij mij die ook een paradijs bezig is met een paradijs op aarde. Een hele bijzondere architect. Dus tot snel. Ik hou van jullie.